Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Over het westen van het land zijn de wolken niet zo dik. Over het oosten zien we wat vaker dikkere wolkenvelden voorbij trekken, maar het is vanochtend wel vrijwel overal droog. De meeste zon dus in het westen, ook in het oosten breekt die wel af en toe wat door, en vanochtend is het 11 graden. Vanmiddag loopt de temperatuur nog wat verder op en wordt het 12 of 13 graden. De windwaaide uit het zuiden is matig boven land en langs de kust af en toe krachtig windkracht 6. Dan gaan we naar de avond en dan zien we in wind weinig verandering. In weerbeeld eigenlijk ook niet. Misschien dat er in Limburg een spat moltregen valt, maar verder is het droog en de temperaturen gaan langzaam omlaag naar 9 of 10 graden. Vannacht gaat er uiteraard nog wel het een en het ander vanaf, om morgen vervolgens weer een oplopende temperatuur te zien naar 9 tot 12 graden. Misschien wat gespetter in de ochtend in het zuiden en westen, daarna is het op de meeste plaatsen droog. Wind draait naar het noordoosten en later op de dag begint het ook weer wat op te klaren. Vanaf donderdag is het een rustige periode met van tijd tot tijd zon, maar soms ook wolkenvelden. Wind uit het noordoosten zorgt voor een aanvoer van geleidelijk wat koelere lucht. Vrijdag en zaterdag doen we het met maxima van een graad of zes. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl